Het is 10 mei en ik heb ze. Tickets voor de Rolling Stones en dit is een nieuwe vlog van 365 dagen autisme. Hoi, ik ben Gijs Horvers en ik neem je mee in de wereld van autisme of misschien wel in het leven zelf. Daar komen we gedurende deze vlogs wel achter. Mocht je deze vlogs leuk vinden, doe dan even een duimpje omhoog. Het was al vroeg deze morgen, want ik zat al klaar om in de app van de Rolling Stones tickets te bestellen voor de nieuwe tour die ze gaan doen. En ik heb hier heel vet, heel tof een kaart kunnen bemachtigen voor Arnhem, voor het Gelre Dome. Dus ik ga de Stones zien. Wie weet ga ik zelfs nog wel een ticket boeken. Maar dat is een beetje mijn speciale interesse. Ik vind het echt een hele vette band. Ik wil dan alles zoveel mogelijk ook zien. In mijn jeugd kocht ik echt alles wat los en vast zat van de Rolling Stones. Elk blad, elke cd, elke sticker. Die passie komt nog steeds een beetje los. Ik ben echt helemaal excited dat ik ze weer ga zien. Ik heb gelijk ook maar even een leuk dvd'tje opgezet hier van de Stones. Het is misschien leuk, want ja, dit is dan mijn nieuwe kamer, zeg maar, waar ik woon. Dus die kan ik jullie gelijk dan ook wel laten zien. Doe even een hele kleine tour. Ga ik even de camera omdraaien. Zo kom je dus binnen. En dat is eigenlijk het meeste wat staat, is eigenlijk mijn bed. Dan hebben we hier nog een beetje zo'n open space, zeg maar, met een kledingkast. Hier nog een kast met allerlei laadjes. Het fijne is, ik heb eigenlijk alles al opgeruimd. Dus al iemand, je zit al in de structuur, Gijs. Nou, ik weet niet zeker of ik in de structuur zit. Maar ik heb in ieder geval de dingen wel opgeruimd. Schilderij van mijn opa vind ik altijd belangrijk. Is misschien trouwens wel leuk om daar ook nog eens een keer een vlog over te maken. En dan gewoon de deur, simpel kledingrekje. Hier hebben we de tv. Ja, ik had die tv. Dus ik had zoiets van, ja, ga ik hem daar wel neerzetten. Leuk met boxjes en dingen. De bloemen die ik gisteravond heb gehad, vind ik altijd wel heel erg fijn om bloemen te hebben staan. Dit is echt een heel erg mooi bosje wat ik in Almelo heb gehad. Heel erg tof. Ja, dit is van mijn bed. Kijk een beetje naar buiten. En hier heb ik nog wat spullen neer te zetten. Ja, dit is eigenlijk mijn kamer. Veel is er niet aan te zien, zeg maar. Ja, tot slot, hè, hij is er, hè. Die ticket van de Rolling Stones. Hoe vet, hier, kijk. Premium staanplaats. 15 oktober ga ik de Rolling Stones zien. Heel erg tof. Ja, ik ga dus echt super vrolijk mijn dag weer in. Ik heb nog een aantal klanten en moet vanavond naar een ouderavond op het kinderdagverblijf van mijn zoontje. Dus wordt het weer een drukke avond. En dan weer naar Hengelo Oost reizen vanaf Enschede, waar ik nu woon. Dus het is best wel een hoop geregel meer. Ladies and gentlemen, the Rolling Stones!